Mevrouw Verstijn, hoe bent u nou hier naartoe gelokt? Ja, nou op een hele stieke manier. En ik maar denken dat ik dus uit ga te eten in Noordwijk. En ik denk, hey, de hele morgen heb ik de krant zitten lezen, allemaal lintjes regen en zo allemaal. En ik denk, oh, we nemen de binnenweg. Dat je zo, koningin. Nee, toch? Toen had ik het pas door. 1 minuut voordat ik hieruit stap. En die chauffeur vroeg al hoe en wat. Dus ik vertel het, dus die denkt ook, nou, die wordt er mooi ingenomen. Volgens mij bent u iemand, ja, ik probeer het maar een beetje in te schatten, die niet zo snel geflasht wordt. Nee, ik ben anders toch wel aardig actief allemaal. En dat ik denk van, ik wil het wel een beetje zo of zo. Ik ben echt voor de gek gehouden. Ja. U heeft de onderscheiding te danken aan het feit dat u vrouwen een stem heeft gekregen. Kunt u dat uitleggen? Nou ja, ik ben actief geweest ook in verschillende taken. Zowel in de kerk gebeuren en in de politiek. En dus daar sta ik dus helemaal achter. En dan vrouwenadviescommissie en zo. Daar ben ik dus allemaal mee bezig geweest. Ja. Waarom vond u dat van belang? Nou, omdat ik dacht, ik had een vader die overal in zat vroeger. En had ik, toen ik zelfstandiger werd, eigenlijk dacht ik, nou, ik moet toch ook wat doen, want ja, het is te gek. Dus toen werd ik een beetje wakker geschud. En dat is mijn begin. En het is begonnen, zeg maar, als kabouterleidster. Ja, ja. Maar u bent ook heel actief geweest bij de Heilig Hartkerk, hè? Dus er liggen ook heel veel voetstappen van u. Ja, ja, heel veel eigenlijk. Op allerlei fronten. Van kindernevendiensten, gezinsviering, maar ook van kerkwerken. Van schoonmaken, van alle kanten dus. Ja, dus heel veel vrijwilligerswerk. Hoe vindt u het nu dat u de koninklijke onderscheiding heeft gekregen? Nou, wel zo verrassend, nooit aan denkende dat ik altijd ben ik ervoor van, nou, voor die is het leuk of voor die is het leuk. En dan noem ik wel eens namen. Daarom ik sta nog te trillen eigenlijk dat ik het nou zelf heb. Ja, en het hele feestcomité zat in het complot. Ja, 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 dat vind ik het helemaal iets. En dat niet merkte. Niks, nee. Dat is, Ik wens je nog een hele prettige dag. Ja, dank u wel.